We gaan even kijken naar het nieuwe programma van Brabo. Nou, nieuw, het loopt al een tijdje. Brabo Neger Verkaast. Het programma bij Avro Tros. En we gaan eens een klein fragment bekijken. Met zweet tussen de billetjes hebben we Frankrijk bereikt. Waar je om de paar kilometer iemand bij een slagboom moet omkopen om verder te mogen. Heerlijk. Oh ja, meteen zo, hè. Kijk, kijk, kijk. Jup, neem de wc-rol mee. Alvast oefenen voor de camping. Oh, een gat in de vloer. Ja, daar, in Afrika. Geef ons een bal en ziet de ene pannen naar de andere. Geef ons een bak kip en die is in no time leeg. Maar geef ons nooit een tent op een aanhanger. Dat moeten we gewoon aan Blanco overlaten. Hugo, jongen. Hey. Dank je, dank je. Dankjewel. Nee, we gaan zo doen. We gaan zo doen. Ik geef allemaal. Dankjewel, man. En succes, hè. Ja, dankjewel. Ja, meisje. Drie blije kampeernegers. Het kan dus. We horen er helemaal bij. Surinamers en drank. Eén ding wat we niet drinken, is wijn. En ik weet ook niet waarom. Maar vooral blanke mensen drinken heel erg veel wijn. En hoe pluk je die dingen? Ja, wij plukken met de hand. Dus mensen komen hier, die knippen dan dat trosje af. Dat gaat in de emmer. En dat doen we omdat ik zo lang mogelijk het schilletje heel wel houde. Maar als ik om me heen kijk, dan is dat een pokkenwerk. Maar we doen het niet alleen. We hebben daar een man of 20, 25 mensen die komen ons helpen. En we gaan 's ochtends vroeg beginnen, dus niet zo heet op de dag als het nu is. En dan gaat het stap voor stap. We plukken ongeveer 5 weken. Vijf weken plukken. Jezus Christus, man. Ik kan nou al zeggen dat dit niks is voor Suriname. Nee. Maar ik denk ook dat de reden is een negatieve associatie met plukken op een groot veld. Laten we daarop houden. Ja. Proost, boys. Proost, mannen. Een negatieve associatie met plukken op een groot veld. Ja, iets met katoen. Ja, die ervaring hebben we al gehad, zeg maar. Ja. Nou hebben we jou nog gespaard, want dan hebben we nog niet laten zien hoe je de Mont Ventoux probeert te beklimmen. Oh ja, inderdaad. Dat was een dingetje. Dat was een beetje een onderschatting. Die Mont Ventoux. Ik denk die vattenkuikers die berg. Maar dat kwam niet goed uit. Nee. Ja, het is een hartstikke leuk programma. Krijg je goede reacties op? Ik krijg heel veel goede reacties, ja. De meeste zijn goed. Uiteraard is er een klein percentage die natuurlijk niet tevreden is. Ja, er is zelfs een klacht ingediend, hè? Ja, zelfs een klacht ingediend. Daar ben ik ook wel een beetje trots op, stiekem. Ja. Ja, er is wel een klacht ingediend. Platform Breed Overleg. Ja. Die hebben gezegd, hij gebruikt dat woord Brabo-neger in de titel. En daar zijn wij tegen, dat hij dat woord neger gebruikt. Mm-hmm. Ja, dat klopt. Daar heb ik gehoord. Ja, ik heb zoiets van. Het is een vrij land, hè. Dus iedereen mag doen en laten wat hij wil. Als jij het discriminerende racistisch vindt. Gaat de gang en volg de juiste wegen om daar iets van te vinden of te zeggen op social media. Alleen, maar snap je het? Ik snap er niks van. Nee? Nee, ja. Want de enige mensen die zich gediscrimineerd zouden moeten voelen, er zijn blanke mensen, die noem ik slavendrijvers ergens. Ik noem die van alles. Dus blanke mensen zouden het racistisch moeten vinden. Maar die hoor je er niet over. Die vinden het geweldig. Heel veel donkere mensen vinden het ook geweldig. In mijn directe omgeving, iedereen vindt het geweldig. Ja, maar er is met dat woord neger wel iets aan de hand. Dat voel jij toch ook wel? Ja, ik voel het niet. Want ik heb zoiets van. Ik ben ook een neger. Ik zal het anders uitleggen. Je hebt auto's. Auto's hebben 4 wielen en een motor. Mm-hmm. Allemaal hetzelfde. Kan ik volgen. Want daarnaast heb je nog een merk. Hè? Verschillende merken. Maar daarnaast heb je ook nog een type. Nou goed, zoals met meesten ook. We hebben 2 benen, we hebben armen. Maar daarnaast hebben we nog een kleurtje. Hè? Verschillende landen waar we wonen. Ja. En daarnaast nog types. Ja. Hoe noem je die types? Oké, ik ben geen neger. Mogen we niet meer gebruiken. Waar ben ik dan? Negeroeide man? Oh, ook niet. Zit ook een neger in. Zou dat ook gelijk weglaten. Zwart? Ook niet. Ik ben bruin. Dus dat werkt ook niet. Allochtoon is afgeschaft. Werkt ook niet. Ja, waar ben ik dan? Volgens mij ben jij hier geboren, toch? Ik ben hier geboren, ja. Dat klopt. Op papier ben ik Nederlander. Ja. Maar uit welke hoek komen die klachten dan? Uit welke hoek platform komen Breed Overleg. Breed wat overleg. Is dat? Wat is dat dan? Ja, dan heel breed overleg, zeg maar. Nee, maar zijn dat blanken of zijn dat negers? Wie zijn dat dan? Dat zijn donkere mensen natuurlijk. Oh, platform Breed Overleg. Ja, okay. Er wordt breed overlegd, van hier tot Tokio dus. Maar nou zeg je, okay. Steven, nou zeg je zelf al, dat kleurtje is één ding van mij. Ja. Er zijn natuurlijk veel meer eigenschappen. Waarom heb jij het daar steeds over dan? Over die ene eigenschap, dat kleurtje? Waarom? Omdat je op die manier juist, ik vind dat je op die manier juist mensen bij elkaar kan brengen. Want door erover te praten en er grappen over te maken en niet raar erover te gaan lopen doen, wordt iets niet moeilijk. Ik was er ook niet mee bezig. Totdat er een paar meisjes weer erover begonnen. Want ja, als ik met vrienden ben, dit is niet omdat die camera's aanstaan. Ja, maar als... jij hebt jezelf Brabo-neger genoemd, toch? Heb je het toch zelf bedacht, of niet? Nee, ik heb niet zelf bedacht. Dat is ook een lang verhaal. Ik heb die naam op gekregen van de media. Maar toen zag ik het. Ik vond het ook niet erg. Oh, dat heb je niet zelf bedacht? Nee, ik heb niet zelf bedacht. Ik was er ook niet mee bezig. Het was een ongelukje wat daar gebeurde. Maar je komt er niet meer vanaf?
Nee, ik vind het ook niet zo erg. Ik kom uit Brabant en ik ben een neger. Dus 1 plus 1 is 2. Dat is nog steeds geen 3. Ja, wat voor programma zou je maken als je blank was eigenlijk? Als ik blank was, zou ik allemaal dingen gaan doen die donkere meisjes doen. Een Brabo-witte. Brabo-witte. Dat zou ik daar gaan doen. Leuk. Ja. Ja, het is, mensen maken er een dingetje van. Het is een Nederlands taal voor tolerantie. Hè? Verdraagzaamheid, accepteren wat er ene zegt. En als je het daar niet mee eens bent, dan hebben we een rechtsgang, een rechtszaak, rechtspraak. Maar je moet accepteren wat iemand zegt. Dan hoor je te accepteren. Zonder te schelden of te schreeuwen. Of, dan kun je net zo goed terug in de tijd naar de barbaren. Waar zouden we dan in godsnaam mee bezig? Accepteren. Iemand zegt, als iemand me uitscheldt, misschien is dat het probleem. We moeten elkaar accepteren als individu. Maar word jij wel eens uitgescholden? Vaak zat. Ja? Alleen, door wie dan? Voordat ik bekend was, werd ik ook gediscrimineerd. Nou, nog steeds natuurlijk. Ook wel eens gediscrimineerd. Hoe dan? Kutzwarte, kankerneger. Gewoon op straat. Tuurlijk, maar dat is misschien het verschilke. Ik scheer niet met een heel volk over één kam. Ik zeg, die persoon die daar staat is een individu en die blanke heeft dat gezegd. Als ik dan vervolgens achteruit rijd en er is een blanke die achter mijn auto loopt, ik zeg, kut blanke, zijn allemaal hetzelfde. Nee, want die blanke daar, die kent die blanke daar niet. Dus dan kan ik wel alle blanken over één kam gaan scheren. Of als ik ruzie heb met een Marokkaanse gast, dan kan ik zeggen, die Marokkaanse is allemaal crimineel. Nee, want mijn buurman die elke dag naar de moskee gaat, dat is een hartstikke normale man. Die heeft niks met die Marokkaan daar te maken. Niet mijn vinger bij, ik zeg. Die heeft niks met... Maar wat vinden andere Surinamers ervan dat jij dit soort dingen doet? De mensen die mij kennen, die vinden het geweldig. Want ze weten hoe ik ben. Ik ben Surinaamse, dat men gaat het niet worden. Om een voorbeeldje te geven, ik liep door Breda. En ik werk af en toe nog als horecapartier. En ik zag 3 Surinaamse jongens aankomen lopen. En die zeiden tegen mij, ja, je bent die Brabant. Ik zei, ja, dat klopt. Ja, je moet niet zo praten, maar wat donkere mensen zeggen, is niet leuk hoe je praat namens blanke mensen, dit, dat. Dus ik ging ze testen. Ik zeg in het Surinaams, zeg ik tegen ze, ik kom uit Tilburg en dit en dat. En ik klamp een Surinaams gesprek met ze aan. Sranang tongen, spreek nog vloeiend. Maar die mensen, die donkere mensen, die praten Nederlands terug naar mij. Dus ze verstonden het wel. Uiteindelijk vraag ik ze, no nasana, witaki. Zeiden naar Hollandje antwoord. Oké, nu praten we Surinaams. Waarom geef je steeds een Nederlands antwoord? Hij zegt, ja, ik kan niet praten, wel verstaan. Ik zeg, jij bent te mooi, jij. Gewoon, man. Hetzelfde dat je naar Suriname gaat. Ja. En je gaat daarmee werken, meisje. Maar je kunt ze wel verstaan, maar je kunt niet met ze praten. Ja, daag. Maar nou ga jij met grote poten en je humor door een heel gevoelig terrein. Hè? Het is een mijnenveld eigenlijk. We zien die discussie verhevigd. Sylvana, nou deze week zagen we weer plaatjes waarin ze opgehangen moet worden. Vervelende liedjes. Zwarte Piet, negerzoenen, het is een mijnenveld. Voel je dat zelf ook zo? Nee, niet echt. Kijk, wat in Sylvana gebeurt, dat gaat natuurlijk ook te ver. Nogmaals, die verdraagzaamheid die we hebben in Nederland, we moeten elkaar accepteren. Ze mag zeggen wat ze wilt. Doet zij hetzelfde als jij, maar dan op een andere manier? Ja, ik vind dat ze juist uitgaat van het negatieve heel veel. Kijk, ze spreekt veel voor de donkere gemeenschap, maar niemand hoeft van mij te spreken. Het enige wat ik weet is, toen mijn vader naar Nederland kwam, die werd gediscrimineerd, dat was in de jaren 80. Die werd hartstikke racistisch behandeld. Hij heeft me verhalen verteld hoe hij behandeld werd. Alleen de boodschap die hij had is, hij had zijn eigen gevoelens die hij had, die heel pijnlijk waren, heeft hij opzij gezet. Waarom? Hij moest al zijn kinderen uit Suriname halen hier naartoe. Hij werkte 60, 70 uur in de week. En hij had maling aan racistisch behandeld worden. Dus de kracht die daaruit kwam, die kracht heeft hij aan mij gegeven. Wat Sylvana probeert, die probeert tegen Nederlanders te zeggen, kijk eens, er zit racisme in jullie gedrag. En daar wordt heel nijdig op gereageerd. Ja, en ik zeg, je hebt de Marokkaanse burgemeester. De snelste man van Nederland, Shirene Martina, is een neger. Je hebt een Brabo-neger, laat ik mezelf erbij noemen. Je hebt heel veel positieve dingen ook die je kunt benoemen. Je kunt continu het negatieve aandragen. Het negatieve is overal. Je hebt niks tegen negerzoenen bijvoorbeeld? Een zoen van een neger. Hallo, ik ken een hoop blanke vrouwen die daar niet vies van zijn. Dat klopt. Die ken ik genoeg. Mijn vrouw is blank, die is er zeker niet vies van. Nog een andere mijn in dat mijnenveld. Zwarte Piet, heb je daar een mening over? Ik heb niks meer Zwarte Piet. Mensen denken dat ik voor ben, mensen denken dat ik tegen ben. Ik ben neutraal, ik ben Zwitserland, ook al ben ik donker. Waarom? Het kost me geld. En als het geld kost, ben ik geen fan van. Roepen ze wel een Zwarte Piet tegen je op straat? Zeker. En dat blijft pijnlijk, want ik ben geen Zwarte Piet. Ik ben een donkere meneer. Dat vind je toch wel pijnlijk? Ja, want ik ben niet omdat het met Zwarte Piet te maken heeft. Ik ben geen Zwarte Piet. Als ik jou Clown Bassie ga noemen, dat wordt dan pijnlijk. Want je bent geen Clown Bassie, toch? Ik ben geen Zwarte Piet. Ik ben een dat vind ik heel pijnlijk wat je nu zegt, ja. Nee, maar snap je wat ik bedoel? Ja. Ik heb niks tegen Zwarte Piet. Ik ben geen Zwarte Piet, ik ben een donkere meneer. Ja. Alleen, het feest moet voor iedereen leuk zijn. Als dat niet het geval zou zijn en kinderen die worden Zwarte Piet genoemd of mensen vinden dat racistisch, dan hè, de maatschappij opgebouwd door de jaren heen,
waardoor je daarover moet kunnen praten. Of je daaruit komt, weet ik niet. Maar je moet erover kunnen praten. Je moet niet op de vuist gaan met elkaar. Dat niet in de middeleeuwen wel. Laten we het een beetje gezellig houden. Nou, dat lijkt me gezellig houden. Dat is wel leuk dat je zegt, hè? Want dat normaliseren, dat geldt, want dat gaat daar even waarschijnlijk ook over hebben, van dat Belgen en Nederlanders verschillen. En dat geldt natuurlijk in de dorpen bij ons ook. Er zijn verschillen en die mag je ten goede trouw benoemen. Wat hij zegt, ik mag dat wel zo. Nou, dat is het thema van vandaag. Wij zijn kaaskoppen of wij zijn weet ik wat. En dat is toch zo? Je moet niet weten, maar ik als vuile Hollander al, hoe vaak ik dat wel niet gehoord heb in België. Maar ik word voor alles en nog wat uitgemaakt. Maar vuile overleef je toch wel? Vuile kaaskop. Nee, als ze de naam Hollander zouden vervangen door bijvoorbeeld Marokkaan. Ja, dan waren die Belgen natuurlijk allemaal grote racisten. Want ze maken je als Nederlander overal vooruit, joh. Wat niet mooi is, hoor.